Het wordt een galawedstrijd, want Charleroi is sinds zaterdag kampioen. Eupen speelde 1-1 gelijk in Wetteren en Oostende verloor in Waasland-Beveren, waardoor Charleroi kampioen is geworden zonder te spelen zaterdag. En dit is dus een galawedstrijd. Nederlaag is al vergeten, maar ze is wel er gekomen. Dat was de grootste kans in de eerste helft voor Noiré. Op aangeven van Koumidor. Maar de topschutter trapt over en dan Koumidor over de bal. Boucault heeft het heel goed gezien. Staat er ook vlakbij en kan niet anders dan rood te trekken. Doet dat dan ook. Ik kan me wel voorstellen dat Van Wijk vindt dat je daar dan maar geel moet voor geven in zo'n galawedstrijd. Maar toch, prachtige goal van Antwerpen. 4 keer in 1 tijd door het centrum afleggen. Ionescu dan met de paas op Prince Bobby. Dat is de Ionescu met de assist. Ja, ja. En zo start het 0-1 voor Antwerpen. Dan de penalty uitgelokt door Carvalho. Zdinic maakt de beweging met de arm, krijgt de bal op de bovenarm. Een penalty en Mbongo knalt hem geweldig mooi binnen. 0-2. Ja, Mbongo uit zijn evenwicht te brengen. Mbongo krijgt een stap. En dan staat het 0-2. 44 minuten ver. En Antwerpen leidt hier bij de kampioen met 0-2. 45e minuut. En zo koud douchen voor Charleroi. Dat de tweede helft nog probeerde, maar eigenlijk geen kansen kreeg. Hier had een penalty kunnen gefloten worden op Ederson. Van Karel de Smet. Maar eigenlijk was dit het enige wat Charleroi nog bracht. Ionescu dan nog met een mooie actie. Er was nog een goede kop nodig een aantal keer om Antwerpen van een grotere zege te houden. Hier een eerste keer en dan Prins. Aflegger op Lambeau. De bal gaat over. Dan Lambeau tot bij Koffi. Deze mag je niet missen als je terug wil bij Alex Ferguson. Maar Kok wint hem weer. Zwak plaatsballetje en nog geen 0-3. En dan weer Ionescu. Prins mooi tussendoor. Mbongo ook niet fijn afgewerkt. Goeie save weer van Kok. En dan 1 keer Kagé. Prachtige paas van Zdinic. Maar vertikt het om buitenkantje rechts Noiré bij de tweede paal aan te spelen, trap zelf. En dan uiteindelijk toch de 0-3. Misschien wel de man die het meeste verdient en beste man op het veld. Kreeg ook wel veel vrijheid daar op het middenveld. Wegens het mannetje meer. Bobby Prince. En heeft hij dan bij Olympique Charleroi gespeeld een aantal wedstrijden dit seizoen? Jawel. En haalt hier het mooiste uit zijn carrière vanavond op Sporting Charleroi. 0-3. Ja, de strap van ver. Strap in de trap. Prima gedaan van Bobby Prins. Zijn tweede doelpunt van de avond. De eerste keer dat hij mocht starten. En nu helemaal geen twijfel meer. 87e minuut. 0-3 Antwerpen. Ja, dus vreugde bij Antwerpen omwille van de overwinning. De 0-3 zege hier. De eerste zege in 8 wedstrijden. En vreugde in de kleedkamer van Charleroi. We kijken ook eens naar Antwerp, dat wat oprukt in het klassement naar de 9e plaats in dat klassement. En kan misschien nog wat stijgen de volgende 2 speeldagen. In de wedstrijd tegen Aalst spelen ze nog. En ook uit bij Standaard Wetteren, de laatste in het klassement.